Als we zeggen van nou, wat doen we nou werkelijk, dan zijn we eigenlijk het verlengstuk voor onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs. En dat is eigenlijk het kracht van het innovatielab. Het samenbrengen van docenten, lectoren en studenten vanuit de verschillende hoeken. En zo aan mooie maatschappelijke vraagstukken te werken. Mensen willen denk ik met ons samenwerken omdat we in een omgeving zitten waarbij we heel veel toegang hebben tot eigenlijk alle denkbare disciplines. En mijn ervaring is als je studenten van verschillende opleidingen bij elkaar zet en ze een of ander gek probleem presenteert, dat allerlei, ja, soms hele gekke, soms totaal onmogelijke, maar ook heel vaak inspirerende oplossingsrichtingen uitkomen die je gewoon in je eentje of als individuele student of docent of lector helemaal niet kunt bedenken. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk goed om academische studies te hebben, maar daarnaast is het ook belangrijk om praktijkgericht onderzoek te doen. En daar is natuurlijk in Holland uitermate geschikt voor. Ze hebben verschillende vakgroepen van werktuigbouw, informatica, elektrotechniek, maar dat zijn de technische groepen. We werken ook samen met economie. Want als je een nieuwe uitvinding doet, het moet wel betaalbaar zijn. We werken samen met het groene domein, want het moet wel werken in de toepassing. Het moet werken buiten. En dat is waarom wij het verschil kunnen maken voor industriële partners. We testen de uitvindingen in de praktijk. En daarna hebben we die industriële partners nodig om de uitvinding in de praktijk als product in de markt te zetten. Ja, uiteindelijk dan werk je dus in een multidisciplinaire omgeving waar dus uiteindelijk dus ook wel mooie projecten uitkomen die ook duurzaam zijn en iets toevoegen aan ook het bedrijfsleven. Dan heb je een lab nodig wat gefaciliteerd wordt waar je alle benodigdheden hebt van 3D printers tot lasers tot verspaning en het werken met composieten. Met robots, dat is onze kracht, dat is wat wij kunnen. En daardoor hebben wij succesvolle projecten.